Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Miitopia video! Vandaag gaan we het kasteel in. Eindelijk jongens, het is zover. Na al die video's zijn we eindelijk in het kasteel. Maar wie is de koning? De geliefde koning van Recruton met een erg gezonde eetlust. En de prinses die sowieso al Prinses Peach lijkt. En de arrogante huilenbalk. Verloofde van de prinses. Een arme edelman die groeide op met de prinses. Maar ziet haar nu nog nauwelijks. Dit is echt het klassieke kasteelverhaal van vroeger. Ja, de prinses is natuurlijk Prinses Peach, toch? Kijk, hier staat al Peach. Dit is super handig. Die kunnen we gewoon zo hoppakee importeren. We hebben hier nog andere versies van Peach trouwens. Hier nog een andere versie van Peach. Nog eentje. Er zijn superveel Peaches. Nou, ik ga denk ik toch voor deze. Prinses Peach! Maar wie is de koning? Koning Snorlax? Dat is te grappig, koning Snorlax. Ik denk dat we niet verder moeten zoeken, jongens. Ik denk dat Snorlax gewoon de koning moet zijn. What up, Snorlax? Ja, Snorlax heeft ook een gezonde eetlust, jongens. Dus dit klopt wel. Daar ben je, koning Snorlax. En Princess Peach is de dochter van Snorlax. En wie is de arrogante huilenbalk dan? Is ook gelijk de verloofde van de prinses. Oh, wauw. Mensen vinden dat dit Trump moet zijn, oké. Gaan we gewoon alle franchises mixen? Dat Ganondorf de verloofde is van Peach en Peach is de dochter van Snorlax. Oké, Ganondorf. Veel succes ermee. Maar wie is de arme edelman die opgroeide met Peach, maar er nu nog nauwelijks ziet? Het is Luigi. En dan hoop ik dat Luigi samenkomt met Peach. Dan is het eindelijk een keer niet Mario, maar Luigi. Let's go. Let's do this. Oké, dus we hebben Snorlax de koning en papa van Peach. Ganondorf is nu verloofd met Peach, maar is eigenlijk gewoon een choppie. En Luigi is de arme edelman die denk ik stiekem verliefd is op Peach. Laten we kijken wat hier gaat gebeuren. Het is een mooie familie zo bij elkaar. Hallo! Ik ben in slot Recruton aangekomen. There we go. Hallo NK. Hallo Joey. Wat een bazen. Joey, alles goed jongen. De koning zit de hele dag door alleen maar te eten. Dat toont wel aan hoe vredig dit land is. Ja, dat klinkt als Snorlax. Hallo NK. Dit is het slot van koning Snorlax. Het is belangrijk dat iedereen zich heel netjes gedraagt. Oké, is goed. Oké, ik zal me inhouden. Ik ga niet gelijk dat fruit daar pakken. Ik zal niet zijn eten pakken. Ik bedoel, als hij zo gesteld is op zijn eten, hè, dan zal ik niet aan zijn eten gaan zitten. Wow, Lucky. Yo, Snorlax. Sprocket en Lucky. Dit is zo grappig. Dit slaat helemaal nergens op. Koning Snorlax vraagt, wat heb ik hier te zoeken? Nou, de duistere vorst heeft Recruton aangevallen. Misschien kan ik je hulp gebruiken, Snorlax. En je zegt dat deze schurk de gezichten van de inwoners heeft gestolen. Jazeker, jongen. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Kan je helpen? Kan je... Oh, wat? Wat? Wat gebeurt er? Nee! Zijn gezicht, de gezicht van de koning is weg. No! No! Nu kan hij niet meer eten. Paniek. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het Warwoud. Ja, daar achterin moeten we zijn. Oh nee. We moeten de koning redden, jongens. En jullie staan gewoon nog hier te chillen, Sprocket en Lucky? Ik heb een zware opgave. En dat bedoel ik letterlijk. Het maakt niet uit hoe gewichtig hij is. maar jullie gaan mij niet meehelpen of zo. Lucky, jij gaat ook niet meehelpen? Over het ondersteunen van de koning moet je niet te licht denken. Daar moet je fit voor zijn. Hashtag fitboy. Je wilt geen hernia oplopen. Nee, dat lijkt me niet zo handig, Lucky. Nou, weet je, dan doe ik het wel weer zonder jullie soldaatjes. Ik dacht dat jullie een stelletje bazen waren of zo. Oh, we kunnen hier niet naar binnen. Nou, dan gaan we denk ik hier naar buiten. Jongens, jullie gaan ook niet mee. NK, Joey, nee, geen zin. Oké, doei. Ik ga wel weer met mijn eigen team. Let's go. Daar gaan we. Red, Toad, Epona en Zelda. Let's go, jongens. Nou, Toad die wil even steenpapier schaar doen. Oké, gaan we echt steenpapier schaar doen? Ja, spelen we voor een banaan of zo? Oh, nee. Geen steenpapierschaar. There we go. Battle. Banshee en Mol. Wie is de mol? Nou, daar is de mol, jongens. En de mol is aan de beurt. En Red, die gaat hem lekker ontwijken. Lekker gedaan, jongen. Heerlijk. Toad is aan de beurt. En die gaat even samen met Epona gewoon beam. Lekker, hoor. Met je donutpan. Lekker bezig. Ik weet niet, maar die mol die ontwijkt wel alles. Hoe moeten we die mol eigenlijk raken? Want zo te zien lukt het nog niet echt. Oh, kijk, nu kan ik hem wel gewoon raken. Helemaal nice. Red, pak hem. Lekker gedaan.
Doei, mol. Hatsaflatsie. Nou, daar gaan we weer. Pompidompidom. Wat is er nou weer met Zelda? Zelda heeft weer iets gevonden. Wil je dat weer drinken, Zelda? Nou, laat maar staan, laat maar staan. De vorige keer heb ik Zelda ook al vergiftigd, jongens. Dat was niet helemaal de bedoeling. Bloppies en mollies. Reddy is elke keer super snel, jongen. Aan het begin van de battle, dan klapt hij ze gelijk allemaal. De mollen die zijn lekker steentjes aan het gooien. Maar niet op Red. Ja, ik ga denk ik de mollen maar uitproberen te schakelen. En hopen dat Red straks gewoon lekker even weer zo'n veeg doet over iedereen dat die slijmpjes weg zijn. Zoals dit. Alleen de laatste slijm is nog niet weg. Kap nou eens, mollies. Hou eens even op, jongen. Oh, Toad gaat Red even troosten. Wat aardig. Oh, Zelda is bijna kapot, jongens. Oh, Toad die geeft een gebakken banaan aan Zelda. Alsjeblieft. Bakabana, jongen. Lekker. En weer vol HP. Ja, dit is wel een lekker teampie zo bij elkaar, hoor. Dit is wel nice. Laat ik even kijken of ik die mol kan slopen met een sprongslag. Ja, zeker wel. Dan moeten we alleen nog even slijmpie er kapot maken. En dat doet Tootje. En door. Oh, superveel XP krijgen we. Rikkertje een leveltje omhoog. En Zelda een leveltje omhoog. En Tootje een leveltje omhoog. En terwijl we in de herberg chillen, zijn Toot en ik betere matties geworden. Yeah. Hallo, Eponaatje. Zal ik Epona eens een keer een appel geven? Inderdaad. Ja, kijk. Epona wil een appeltje. De relatie met mijn paard is ook verbeterd. We hebben samen de aanval geleerd. Aanval te paardie. Maar dan gaan we toch nu echt het bos in. Het Warwoud. We kunnen zelfs helemaal door naar de dorre grenssteen. Streeksteen, weet ik veel. Maar we moeten hier rechts naar boven natuurlijk, want daar zat Snorlax. Althans, het gezicht van koning Snorlax. Wat zijn hier nog meer voor wezens in dit Warwoud? Het zijn weer banshees en een vrolijk zwammepie. Hatsaflats, lekker gedaan Zelda. Lekker bezig Toad. Gaan we eerst de vrolijke zwam even uitschakelen. Bam! Hoppakee, banshee is weg door Toadje. Zelda gaat eventjes deze aanpakken. Ja, ja, ja. En we doen het allemaal samen, hè. We helpen elkaar en zo. En dan gaat het supersnel. Ze hebben me geen één klap kunnen geven. En Red gaat nu ook een leveltje omhoog. Toad zegt wat een heerlijke frisse lucht. Dus te hopen dat Zelda geen scheet heeft gelaten. Misschien vindt Toad de lucht van de scheten van Zelda wel lekker. Ik zou hier wel de hele dag kunnen staan ademen. Bedankt, lieve bomen, voor al deze frisse lucht. Oh, dit is een ode aan de bomen, jongens. We moeten zuinig zijn op het regenwoud. Zuinig zijn op de bomen. Daar geef ik ze trouwens wel gelijk in. We gaan opnieuw naar boven, jongens. En daar moeten we battelen tegen een banshee en twee molloten. Red die probeert ze al gelijk even te slopen. Toad krijgt bijna een steen op zijn bakken, maar toch net niet. En Red wel. What? Ik ga een aanval te paard doen, jongens. Een aanval te paard op Banshee. Hatsaflats. Lekker. En ik pak gelijk ook even die andere mol mee. Ja, Epona is wel chill hoor, hé. Ah, nu mist hij helaas. Red raakt hem wel en dan is het alweer klaar. Jongens, dit team. Een beter team ga je niet vinden op YouTube, jongen. Het is een bij elkaar geraapt zootje. Van Mario, Zelda, Pokémon. We gaan even het kistje openmaken en dan krijgen we een wokkie. Een wokkie voor Tootje. En die gaat hij ook gebruiken. Hé, hey, nog een kistje. Serieus? Maar waarom zou je kistjes niet openmaken? Ze vragen elke keer of je me wil openen of niet. Maar tot nu toe ben ik nog geen één keer een monster of zo tegengekomen in een kistje. Wat is er, Red? Wat wilde je mij vertellen? Oh, je wilde gewoon mijn kamer even schoonmaken. Nou, dat vind ik aardig. Hij wilde naar mijn kamer om gewoon even te cleanen. Oké, nou, topper. Oh, wacht even. Epona wil met Zelda chillen. Oh, Zelda gaat even voorlezen. Aan de tanden van een paard kan je zien hoe oud hij is. Oké, en hoe oud is Epona? Oh, dat weet Zelda ook niet. Ik dacht dat we nu het antwoord zouden krijgen. Dat niet, maar ze zijn wel betere matties geworden. Ik ben dus elke keer naar boven gegaan, hè jongens. En dan dacht ik dat we er nu al zouden zijn. Maar nee, we zijn nog steeds niet bij Snorlax. Oh, we gaan Harry Potter dingen doen. Toad en Rikkertje vinden Zelda allebei leuk. Het leek wel alsof we met twee toverstokjes zo tegen elkaar stonden. Net als Voldemort en Harry Potter. Ik ga gewoon continu naar boven. Hey, en battelen tegen nieuwe vlinders. Een gifmot. We hebben rotsnot en gifsnot. Lekker bezig, jongen. Oh, die ene is gewoon in één keer kapot. En Tootje pakt ook even de volgende vlinder aan. Lekker. Nou, en dan pak ik deze wel even aan. En dan is het klaar, toch? Oh, niet. Oké, ik dacht er iets te makkelijk over. Sorry, Zelda. Nu heb je een klap gekregen. Dan maakt Zelda het zelf maar even af. Topper. Snorlax. Waar ben je? Weer naar boven! Ik vind het kapsel van Toad echt geweldig, zei Red. Toad heeft geen eens een kapsel. Oh, we zijn weer aan het rondparaderen rond Zelda. Ik probeer de hele tijd indruk te maken op Zelda. Is het de bedoeling dat Zelda en ik verliefd worden? Het begint er wel een beetje op te lijken, hè? We vinden elkaar leuk, ja. Oké.
Toad zou al jaloers zijn. Het wordt donker en het wordt tijd om naar bed te gaan. En we hebben geen herberg. Het is te gevaarlijk om iedereen te laten slapen. Iemand moet opblijven en de wacht houden. Nou, weet je wat? Zal ik dat zelf dan maar even doen? Rikachu is klaar wakker. Totdat. Ja, hier gaat iets gebeuren, hè? Het is niet voor niks dat we opeens moeten kamperen. Dat hebben we nog geen één keer hoeven doen. Maar toen kwam de ochtend. En we zijn nog steeds wakker. En de rest is lekker uitgeslapen. Oké. Dus dan hield de rest van mijn team wel. Alleen ik zelf niet, omdat ik niet heb geslapen. Logisch. Jongens, ik moet even wat enemies slopen. Geen probleem, dat doen we wel even. Kijk, Doodje gaat even op het paardje. Beam! Ik ben trouwens wel langzaam. Heel mijn team heeft aangevallen. En dan mogen de enemies al. Maar ondertussen heb ik nog niet aangevallen. Ik mag nu pas. Beam! Dan is er nu nog één Banshee'tje over. Want Red heeft net die andere gesloopt. En hoppa! We gaan keihard. Maar waar blijft die Snorlax nou, jongen? Koning! Zijn we al bijna bij je? Of zit je gewoon lekker te eten daar zo? Ben je gewoon lekker aan het genieten van je voedsel? Toad en Zelda hebben ook samen geslapen. Zelda weet niet wat ze wil, volgens mij, hè? Ik ga eens even een nieuw wapentje kopen voor Red. Ik bedoel, Red die valt zoveel aan. Die mag best wel nog meer damage gaan doen. En ik ga zelf het stippend figuur outfitje aandoen. Het ziet er waarschijnlijk niet uit. Oké, ik moet een beetje lachen om de nieuwe versie van Rikachu, jongens. Dit is niet best. Ik ga toch alleen het effect dragen. Ik kan dit niet aan. We stappen de herberg uit en dan mogen we denk ik nu dan echt naar Snorlax. We gaan het gezicht redden, jongens. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!